Ik ben Corné, ik ben de General Manager van de Looping Sessions. En vandaag kom ik voor onze crowdfunding wat extra informatie geven over wat Looping Sessions nu precies is. Waarom is Looping Sessions ontstaan? Dat is eigenlijk omdat wij in het netwerk van onze vrienden, van artiesten, heel vaak het gevoel hebben dat het een enorm, enorm grote stap is om van jong opkomend talent naar een professionele artiest te gaan. En er zijn heel veel obstakels waar een jonge artiesten, jong talent door moet. En vaak hebben zij niet de juiste omgeving, community of ervaring om al die obstakels over te gaan. En daardoor is Looping Sessions eigenlijk ontstaan, omdat wij denken dat dat anders kan. Looping Sessions verloopt in drie fases. De eerste fase is eigenlijk iets dat jullie waarschijnlijk al eens gezien hebben op The Color Show of Tiny Desk Concerts. Dat is eigenlijk dat we met de artiest in de studio kruipen, een nieuwe versie van hun nummer uitmaken en dan naar het grote publiek verspreiden. Om zo ook hun meer fans te brengen en eigenlijk naar het grote publiek te verspreiden. In de tweede fase gaan we een heel traject door met de artiesten. Dat gaat van podcast tot coaching tot een release show. Het zijn eigenlijk verschillende fases waarmee we de artiesten doornemen en eigenlijk een volledige trajectbegeleiding om de artiest te ondersteunen. En in de derde fase nemen we de artiest op in onze community. Onze community van de Looping Sessions bestaat uit heel het team en uit alle andere artiesten. En dat zijn eigenlijk allemaal mensen die heel ervaren zijn in de muziekindustrie en die altijd klaarstaan voor de artiesten om hen te ondersteunen als zij vragen hebben. En op die manier willen wij ervoor zorgen dat jong opkomend talent veel makkelijker die stap kan maken naar het professioneel niveau. En dat is waarom wij Looping Sessions bestaan en ontstaan zijn. En wij, heel het Looping Sessions team en alle meewerkende artiesten, zouden het super fijn vinden als jij ook een deel van die community wil uitmaken. En daarom doen wij nu een crowdfunding. Dus ik zou zeggen, kijk zeker eens tussen die rarts, maar zeker dat er iets voor jou gaat bijzitten. En dan hopen wij, heel het team en alle artiesten, jou te zien op de release party van volume 1 of op de opnames van volume 2. Tot snel!